Bij winst op RBC is Stoppels zeker van de vijfde periode. Bij elke andere uitslag is het afhankelijk van Cambuur en RKC. Ze beginnen in ieder geval goed, want na vier minuten komt Stoppels op voorsprong doelpuntenmaker Erik Kwekel. Maar nauwelijks vijf minuten later. Voorzet van Kerstens en het doelpunt van Sjoerd Ars, de captain van RBC. 1-1. 1 minuut voor rust dan. Een vrije trap van invaller De Leeuw. Ingevallen voor Kerstens na een half uur spelen. En dan is het 2-1 voor RBC. En dan is Stoppels dus afhankelijk van Cambuur en RKC. Pietersma met één hand. RBC krijgt die bal dan niet weg. Schot van Kaslauskas. En de hensbal van Sjoerd Ars. En Van Boekel legt de bal op de stip. Kwekel maakt zijn tweede van de avond. En dan is het 2-2. En met deze stand pakt Stoppels de periode. Want bij Cambuur en bij RKC staat het ook gelijk. Maar in de allerlaatste seconde Roel van der Zanden met een ongelooflijk domme actie. Hij trekt Sjoerd Ars naar de grond. Krijgt geel van Van Boekel. En een penalty voor RBC. Sjoerd Ars maakt zijn tweede van de avond en Stoppels verliest. RKC en Cambuur zijn afgehaakt in de strijd om de vijfde periode, want zij spelen gelijk. En Stoppels moet wachten op zaterdagavond de uitslag van Emmen Veendam.